eenheid Midden-Nederland op de A27 bij Houten. Surveillanten Patrick en Jeroen zien een Seat flink doorknallen terwijl de spitsstrook geopend is. Het rijdt ook lekker door. We zitten op 80. Tijd voor een trajectmeting. Tijd afstand gestart. We zitten op 137 in de 80. 39 in de 80. 80 op 143. Als we afklokken. 139, ga er maar overheen. Voor de rijbewijs. Deze bestuurder mag dus even meekomen. Meneer, goeiedag. Felix Vermeulen, verkeerspolitie. Oh, echt. Het rijbewijs, heb je erbij? Waar woon je? Ik sta nou ingeschreven in de Sjaak. Sjaak op school? Nee, ik kom net van mijn werk. Oké. Wat doe je voor werk? Ik zit in de verkoop en ik liep allemaal een beetje uit en een beetje gestrest gesprek gehad. Dus... Ja. Nou, ik ga je nog meer stress bezorgen, want je rijbewijs wordt ingevorderd op basis van snelheid. Je rijdt 139 waar je 80 mag. Dat betekent dat er een overschrijding is van 39 plus 20 is 59 te hard. Dat betekent dat je vanaf nu af aan geen voertuig meer mag besturen. En ik heb het idee dat je de autoverkoop zit, of niet? Nee. Dat niet? Oké. Dus... Ja. En dan hoef je geen antwoord te geven, maar waarom rij je zo hard? Is dat puur vanwege de stress? Ja, nou... Ja, het probleem is dat ik echt op dit moment niet van de auto kan eigenlijk. Omdat ik woon al tijdelijk nu bij mijn zus, omdat mijn ouders zijn net verhuisd. Ja. En die wonen... Ja, in Twente, dus als ik daarom met de trein moet elke keer. Ja. En ik heb net, financieel ook nog niet echt wat te zeggen van... Heel vervelend. Dat meen ik serieus. Maar daar had je wel van tevoren aan moeten denken voordat je zo hard ging rijden. En het is ook niet een beetje te hard, hè? Want het is een gemiddelde snelheid. Dat betekent dat je pieksnelheid gewoon nog hoger heeft gelegen. Je bent beginnend bestuurder, zie ik. Nou, dat gaat meewegen, dat sowieso. Het kost je sowieso punten op je rijbewijs. En je kunt er eigenlijk wel van uitgaan dat je minimaal 2 maanden je rijbewijs kwijt bent. Daarnaast krijg je ook nog een boete. En hoe hoog de boete zal zijn, dat bepaalt de officier van justitie. Daar gaan wij niet over. Ik kan echt absoluut niet iets van door de vingers... Ja, ik snap dat het een beetje... Ik zou niet weten wat ik door de vingers zou moeten zien, anders dan wat ik net gezien heb. We staan hier niet op de markt om te onderhandelen. Nee, dat snap ik. Maar ik snap dat jij wel in de verkoop zit, maar wij niet. Dus, we gaan even het een en ander opschrijven. Ik weet niet of je de beelden terug wilt zien. Nou, ik denk het niet. Oké. Ja, tenminste, het mag wel eigenlijk, doe maar. Oké, nou, dan mag je even bij mijn collega plaatsnemen. Ga ik even het een en ander opschrijven van je. Ik heb hem hier even op stop gezet, want hier zitten we net op de A27. En dan zie je daar de borden 80. En hier zit de snelheid al dik boven de 130. De reden dat dat 80 is, vanwege de spits. En daarnaast is de rijstrook 1, de meest linker rijstrook, is ook een smalle rijstrook. En je ziet ook, het is gewoon erg druk op de weg. En dan gaan we hier een meting op je starten. Als je nagaat dat de overige verkeren ongeveer 80 rijden, nou, laat ze hooguit een keer 90 rijden. Dan kom je toch met een snelheidsverschil van minstens 50 km per uur en harder kom jij voorbij. En mensen verwachten dat niet. En je ziet hier, over een afstand van ruime kilometer, 1380 meter... heb je 139 km per uur gemiddeld gereden. Dus 59 km per uur te hard. Dan hoef je geen antwoord te geven. Maar wat kan ik opschrijven als verklaring waarom je zo hard hebt gereden? Beetje gestrest, maar dat is geen... dat er iemand dood aan het gaan is of zo, zeg maar. Deze is heel belangrijk. Dat is de kennisgeving van dat het rijbewijs is ingevorderd. Onderop staat waar het rijbewijs naartoe gezonden wordt. Het CVOM in Utrecht, Centraal Verwerking Openbaar Ministerie. Officier van Justitie gaat een beslissing nemen, die gaat jij daarvan in kennis stellen. Daarnaast zal je een boete opgelegd krijgen van etterlijke honderden euro's. Ik neem aan dat ik nu dus ook niet meer naar huis kan rijden. Als je iets naar links kijkt, verderop daar, dat is een bushalte. Nogmaals, we zien dat je het heel erg moeilijk ermee hebt. We vinden het ook heel vervelend. Maar mooier als dit kunnen we het niet maken. Ja, oké. Dan ga ik je een hand geven en dan ga ik je heel veel succes wensen. Ja. Dankjewel. Succes ermee, ja. Succes ermee. Als hij een beetje haast maakt, kan hij misschien nog net de bus halen. De officier van justitie zal binnen 10 dagen beslissen hoe het verder gaat.